Dit is het beeld dat tientallen chauffeurs op de A37 vanmorgen zien. Meekomen naar de controleplaats langs de snelweg. Goedendag. Goedendag. Koninklijke Marseille. Ik wou graag uw paspoort of identiteitsbewijs graag zien. Niet alleen de chauffeur wordt gecontroleerd, maar ook de lading van de voertuigen wordt doorzocht. Om te kijken of daar geen mensen tussen verstopt zitten. Deze controles leveren allereerst op dat er, als er mogelijk mensensmokkel plaatsvindt, dat wij die onderkennen. Vorig jaar hebben we 200 verdachten van mensensmokkel aangehouden. En daarnaast zijn we natuurlijk op zoek naar mensen die illegaal Nederland proberen in te komen. Vandaag vindt de marechaussee geen illegale of mensensmokkelaars. Wel worden tientallen voertuigen doorzocht. De apparatuur in deze balk boven de grensovergang bepaalt voor een deel al wie aan de kant wordt gezet. Die scant de voertuigen, die wordt uitgelezen op een andere post. Die kan informatie geven naar de motorrijder, die selecteert, die haalt ze eruit. En daardoor gaan we verder met onze controle. Het zijn vandaag vooral vrachtwagens uit Oost-Europa. De marechaussee krijgt bij het doorzoeken van de wagens hulp van Defensie. De militairen van de brigade uit Havelte zijn getraind voor het doorzoeken van gebouwen en voertuigen. Veel verschillende ladingen. Sommige zijn wat makkelijker te zoeken dan andere. Ja, soms moet je even een trappetje pakken om er overheen te kijken. Deze chauffeurs hebben totaal geen moeite met de controle. Wat was de heldentie van die controle? Ja, ik weet nog niet om wat het gaat, maar controles in grond zijn zich niet zo slecht. Deze Zwitser mag na de controle gewoon verder rijden. Ondertussen wordt de volgende vrachtwagen alweer van de weg gehaald. Jeroen, ik ga meedraaien hoor.